Een van de blikvangers op de Gentse feesten is het datakamp van de VZW Cirk. Bezoekers worden er ondergedompeld in de wereld van de sociale media. Op een ludieke manier laat Cirk zien dat mensen veel van hun privacy zomaar weggeven en wel heel gemakkelijk ingaan op aanbiedingen op het internet. Het begint al bij de ingang. Free! Gratis en voor niks. En je beleeft niks. Premium! Vrije bijdrage, minimaal een euro. En uw Facebook-account linken aan ons systeem. Voilà! Kiezen tussen een gratis of premium abonnement, net zoals je dat vaak online doet. Wie gratis kiest, kan dan ook te maken krijgen met spam. Dat zijn ongevraagde boodschappen, maar nu in het echt. Wie weet, maakt u al kans op talloze prachtige prijzen. Ik kreeg een gigantische spam op mijn beeldscherm. En er werd geadviseerd dat ik premium moest worden, want ik ben nu nog steeds free. En daardoor krijg ik telkens die spams. Maar ik begin wel te twijfelen of dat wel de goede keuze is geweest om free te gaan. De VZW Cirk wil met hun datakamp de draak steken met de online wereld en sociale media. En confronteert de bezoeker daarmee. Analoge pret, datakamp 2017. Gewoon de bedoeling dat we even de mensen onderdompelen in de echte internetwereld. Zoals die echt zou zijn, moest die niet online zijn. We zitten met 150 mensen en ze hebben éénzelfde voorliefde. Dat is gewoon onnozelheid en zotheid. Meer optimisme, meer onnozelheid op de wereld brengen. En dat is hetgeen dat we ieder jaar proberen te doen. In een online wereld geven we ook heel wat van onze privacy weg. De hoofdanalist van het datakamp ligt een tipje van de sluier. 50,64% in een relationship. De meest populaire voornaam van mensen die in een relatie zijn, zijn bij de mannen Jeroen, Dries en Hans. En bij de vrouwen Julie, Joke en Sarah. Interessante informatie voor u? Voor het goed van het algemeen. Voor de goede werking van het plein, voor het spel, voor de culturele meerwaarde, ja. Hoe meer je van je privé gegevens afstaat, hoe meer privileges je ervoor terugkrijgt. Maar het zijn niet altijd dingen waar je echt wat aan hebt natuurlijk. Maar... 10 dagen lang zottigheid bij de VZW Cirk, tot het einde van de Gentse feesten.